Deze zaak bestaat al 90 jaar. En het is altijd een fietsenzaak geweest. In de oorlog in 40, 45 hadden ze fietsen en bakfietsen aan de Duitsers verhuurd. En de Duitsers hadden toen vet in de maling genomen, dat begrijp je ook wel. De Benen van Amsterdam is een documentaire over een van de laatste echte ambachtelijke fietsenmakers in de Jordaan, Frans van der Meer. Die niet alleen ontzettend goed is in zijn vak, fietsen maken, maar ook een stukje Oud-Amsterdam in leven houdt. Kijk eens. Maar het loopt. Ik heb gedaan een voorstapbord, achterstapbord, trappers en een binnen- en een buitenband. Ik woon zelf in de Jordaan en op een gegeven moment was mijn fiets natuurlijk kapot, zoals bij zoveel Amsterdammers gebeurt. En toen kwam ik bij de fietsenzaak van Frans aan en toen werd ik meteen gegrepen door de magische sfeer die er hangt, door die bijzondere wereld, dat ik dacht, dit moet ik vastleggen. Nou, fiets klaar. Weer een fiets genezen. Perfecto, nieuw. Wat ik zelf heel belangrijk vind als filmer, is dat je op een gegeven moment onzichtbaar wordt in een situatie. Dus dat mensen echt zich gedragen zoals ze echt zijn en niet gaan spelen of acteren. En op het moment dat je in die zone zit, dus dat je onzichtbaar bent als filmer, filmmaker, dan kun je het mooiste materiaal schieten, echt uit het leven gegrepen.